Hi! Nou, Ground Zero, ik vermaak me uit de mate. Grote toppen niet te stoppen. Alleen, ik blauw en ik krijg kleine ogen van. Ik hoop dat ik viral ga. We zijn hier bij Ga Je Lekker Dating. En start. Stel je maar even voor aan elkaar. Ga je lekker? Ik ben Robin. Welkom Robin. Ook Robin. Robin, ja. Ik ben Dana. Aangenaam. Lekker feestje, hè? Ja, lekker man. Ja. En, wordt het neuken vanavond? Ja, dit is gewoon het vette. Met deze Robin, ja. Ja. Nou, is in ieder geval het neuken vanavond. Ja, dat wordt wel neuken, ja. Ik moet nog even één vraag aan hem stellen. Ja? Hou jij hem altijd zo stevig vast, of? Ja! Jezus, tering, man. Ik ben heel medelijden met jou, er komt geen bloed doorheen, denk ik. Jij weet het antwoord op alle vragen, hè? Bijna alle vragen, denk ik. Oké. Wat is de zin van het leven? Genieten. Genieten? Ja. Ik ben op zoek naar een zin en dat is één woord. Nee, iedere dag genieten, alsof het je laatste dag is. Wat is de zin van het leven? Ja, de zin van het leven? Iedere dag een feestje. Early. Ja, early. Gewoon early. Ja. Gewoon early? Early is de basis. Iedere dag een feestje en gewoon early. Ik reken hem goed, jongens. Van de buurman. Hey. Hoe is het met jou, Pik? Ja, kei lekker. Dat is godverdomme alweer een jaar terug. Ja, zeker. En het afgelopen jaar, hoe heb jij dat beleefd dan? Hard. Hard? Nee, hard gaan. Nee, goed gaan. Vooral goed gaan. Nee, lekker gaan. Lekker gaan. Precies. En jouw favoriete stage, welke is dat? Nou, ik dacht dat ik naar de helpbaan zou. Maar dan heb ik misschien maar 5 minuten gestaan. Ik sta er heel bij de Early House hier bij Frankie. Multigroove. Oh, wat heerlijk. Ja, hè? Ja. Weet je, wij komen uit Friesland wegrijden. Wij zitten 2 uur in een klote bus. Ja, echt zo. 1,5 uur in de rij. Het eerste feest volgend jaar is weer Grand Zero. Wat ik heb gelegd. Op naar de main. Stijn! Ik heb een goed idee. Ja. Weet je wat het is? We lopen hier nu allemaal wel. En overal van die lampen. We kijken daar ook van die gekke lasers. Geluid, licht, vuurwerk. Maar wie bestuurt het eigenlijk allemaal? Ja, wie de fuck doet dat? Wij willen weten wie de lichtshow regelt. Stijn, ik zie het eentje. Stijntje! Wij hebben... Het is net een lekker stukje. Oh. Oké, luister. Hier staan dus die legendarische mensen waarvan niemand weet wat ze doen. Maar volgens mij doen ze fucking veel, moet je kijken. Als ik voor elk lichtje een biertje kreeg, was ik straalbus over naar huis. Precies, laten wij eens even gaan vragen hoe dit allemaal werkt. Legendarische mensen van het licht en geluid. Deze mannen, die verzorgen jullie show. En kijk eens fucking hell hoe dik dit is, mensen. Kunstenaars, dat zijn het. Kunstenaars. Dit is een ziek. Dat ding heeft meer toetsen dan een cockpit. Jij bent de legendarische meneer van het licht en geluid. Ja, tenminste het legendarisch. Wij zijn het bezig en we vroegen ons altijd al af, wie doet dit nou? Want dit is toch, nou ja, dit is episch. Ja, dankjewel. Kun jij klein, kort vertellen hoe je dit doet? Heel snel? Heel snel. Oh, nou, kijk, je ziet hoe snel het gaat, snap je? Ja, ben je al te laat, allemaal met die herrie. Godverdomme. Ja, je maakt al die dingen, allemaal programmaatjes, allemaal effectjes. En dan op zo'n avond speel je dat allemaal af. Potverdomme, man. Dan volg je een beetje de DJ's. Oh. Ja, dit, maar dan doe je dat allemaal op gevoel van de muziek? Dit is allemaal op gevoel. Met die openingsshowtjes, dat is voorgeprogrammeerd. Maar dit is gewoon echt uit de losse pols. Nou, ik ga jou heel veel, ik ga je nog niet bezighouden, want je bent super druk. Hartstikke bedankt. En succes man, werks hè. Godverdomme jongen. Let's go hè, Mies. Fuck yo, moet je dit zien ouwe. Hellbound! Zou het pijn doen? Deed het veel pijn? Oh ja, sorry. Did it hurt a lot? No. Die hard. Nou, kom, wij gaan eens even kijken.
Weet ik veel, gaan we even kijken, kom. Apeldoorn, Buslo, gek. Ik heb een goed idee. We lopen hier op Ground Zero. En ja, we zien allemaal mensen zo, super gezellig. Maar we gaan eens even kijken. Hartstikke idee. Vind ik ook. We gaan eens even kijken wie het lekkerste wijf van Ground Zero is. En als we die gevonden hebben, dan zeggen we... Hartstikke idee. Hartstikke idee. Ik heb het ook niet bedacht. Nee. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Het schoorlijk op de Gijkstoorn. Hartstikke idee. Ja. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Hartstikke idee zeggen. Hoezo moet ik hartstikke idee zeggen? Ik moet even hartstikke idee zeggen. Hartstikke idee. Lekkerste wijf daar, maar. Kom eens. Jawel, kom even. Lekkerste wijf van Ground Zero. Wij zijn op zoek naar het lekkerste wijf van Ground Zero. Ikke! En wat is je naam? Joyce. Hoe? Joyce. Oké. Okay. Hey, maar waarom ben jij het lekkerste wijf? Oké, Kar. Ik heb een IQ. Jij bent haar vriend, of? Ja. Ja. En moest je even over nadenken, hè? Nee. Ah, oké. Okay. Maar wat maakt haar nou het lekkerste wijf? Hij zegt nou maar eerlijk, ze kan één ding heel goed, hè? Welk? Welk? Wat maakt haar nou het lekkerste wijf? Maar eerlijk, ze kan één ding heel goed, hè? Zagen, hè? Jij weet het beter dan ik, hè? Nee. Wij zijn op zoek naar de knapste dame. Ja, tuurlijk, kom erbij. Kom maar. Wij zijn op zoek naar het lekkerste wijf van Ground Zero. Hier is ze. Ja? Hier is ze. Doe eens een rondje voor de camera. Ja, ik moet wel zeggen. Hartstikke idee! En waarom ben jij het lekkerste wijf van Ground Zero? Doe eens, waarom ben ik het lekkerste wijf van Ground Zero? Het zuur! Hè? Dat ze fucking lekker is. Ze kan eigenlijk één ding heel goed, of niet? Vork op de gekste! Ja, jullie moeten we hebben. Dames, wij zijn op zoek naar het lekkerste wijf van Ground Zero. Ja, dat doe ik. Bye! Doe. Kom eens aan. Bye, gooi ik op de gekste. Doe eens die bril af. Lach eens even lief naar de camera, dames. Wij zijn hartstikke lief. Oh. En wij gebruiken geen drugs. Hartstikke idee. Het gooi ik op de gekste. Oké, op zoek naar het lekkerste wijf, jongens. Kom op. Wij zijn op zoek naar het lekkerste wijf van Ground Zero. Waar is die? Kom maar even mee. Oh, nou, hij gaat het even aanwijzen, hoor, jongens. Kom. Hey, ik zie die daar op. Wij zijn op zoek naar het lekkerste wijf van Ground Zero. Ben jij dat? Ik vind het wel, maar dan mogen jullie oordelen. Ja, je bent wel een kans hebben, dat is eerlijk waar. Maar we gaan het even testen, hè? Oh. Ja, nou, kijk eens. Mooie paliën. Liken. Hartstikke idee. Ja. Volgende, we zijn lekker op weg, jongens. Misschien als je fluit, komt ze gewoon zelf. Nee. Wij zijn op zoek naar de knapste dame. Nou, ik zal het gewoon zeggen, het lekkerste wijf van Ground Zero. Ja, dat is mijn vriendin. Ja? Oké, maar waarom dan? Ja, kijk naar haar, ze is perfect. Nee, omdat ze lekker gaat. Omdat we een netpanty aan hebben, daarom. Wie zei daar? Ben jij het lekkerste wijf van Ground Zero? Nou, ik loop daar de verzuren bij. Annie! Annie Skaaf! Ja, tuurlijk. Oké, hallo. Wat moet ik zeggen? We zijn op zoek naar het lekkerste wijf van Ground Zero. Van Ground Zero. Dat is Annie Netpanty. Ja, dat ben ik al sinds niet. Nee, jij maakt zeker geen kans. Jij hebt veel te veel haar. Ja. Wij zijn op zoek naar het lekkerste wijf van Ground Zero. Waar is die? Nee, dat is zij. Nee, ik zie er echt niet meer uit. Ik denk... bij de kluisjes. Oh. Ja. Wij zijn op zoek naar het lekkerste wijf van Ground Zero. Ben jij dat? Weet ik niet. Ja. Wat zeg je? Juist, hè? Ja. Goed zo! Ja. Jij snapt het! Volle... Ik zou hem meenemen vanavond. Ja, het is mijn vriend, dus ja, ik ga sowieso mee. Trots. Nee. Dat is zo ongemakkelijk. Hoezo? Ja. Zal ik het ongemakkelijk maken? Doe het eens. Probeer het. Ja? Ligt hij een beetje goed, of? Nou ja, eigenlijk wel. Ja, als Lassie? Als Lassie, ik weet niet hoe Lassie. Of is hij meer Tornado? Kijk, hey Stijn, we hebben nu best wel wat wijven, meiden, sorry dames, vrouwen. Natuurlijk, het lijkt allemaal heel vrouwonvriendelijk, maar jongens, dames, wij zijn natuurlijk ook voor jullie. Dus wat we gaan... Ja, dat gaan we niet doen. Gaan we niet doen? Nee, gaan we niet doen. Laten we links voor gaan. Wacht even, wil jij een patatje?
Nee, ik wil wel godverdomme drinken. Kijk, dat is lekker hè. Ja, we gaan weer even drinken halen. Godverdomme lekker jongen. Ja. Ja, we gaan eerst even drinken halen mensen, kom. Hi. Nou, Ground Zero, ik vermaak me uit de mate. Grote toppen niet te stoppen. Alleen, ik blauw en ik krijg kleine ogen van. Ik hoop dat ik viral ga. En ik, ja, hi. Nou, kom ook even voor de camera. Hier, zeg ook even, wat wil je wat tegen de kijkers thuis zeggen? Nou ja, het is een heel leuk feestje, mijn verjaardag. Dus, oh, nou, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hoe jong ben je gewonnen? Nee. Geworden? Ja? Ja, oh, ja, ook zeggen, 16 toch? Maar ja, daar kom je er niet in, hè? Nee, dan okay. Maar goed, we zitten met zendtijd. Ik moet door, want anders naar de volgende. Hey, ja, fijne goed. Verjaardag verder, geniet ervan. Ja, goed aan je moeder. En nou. Laat me even een hartje op idee zeggen. Oh, wil je even arrivederci zeggen? Wat zeggen? Arrivederci. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Hartstikke idee. Goed. We zijn weg ermee. Yeah. Ground Zero 2019. We moeten even opschieten, want het begint te regenen. Helemaal kut. Maar wat de fuck was dit voor een dik feestje, mensen? Of niet? Ik verstond helemaal niks van wat je zei. Mag ja, zeg maar gewoon ja. Nee. Hoezo is dit geen dik feestje? Jawel. Nou dan, dit is een dik feestje. Vraag toch niet? Ah, oké, nou vooruit. Luister, wat heb jij voor een mooi shirtje aan trouwens, hè? Kijk jullie ja. Even, hè? Ga je lekker? Godverdomme. Ben jij een clown? Jij wel, denk ik. Oh, de cleanie clowns lopen ook rond, jongens. Oh. Wat dan? Ik ben een skull. Oh, een skull. Ja, oh. Dat klinkt nog enger. Ja, dat maakt niet uit. Eva. Ja, hoi. Oh, dit is Eva, jongens. Hè. Dit is onze ambassadrice. Zeg ik dat goed? Dat maakt niet uit. Dat bepaal ik zelf wel. Met die camera. Oh. Eva. Ja. Waarom is Ground Zero zo fucking dik? Toen nog wel lekker gewoon het nachtfestivalletje is. En dan kom je al aan. En dan ben je nuchter. Je kan toch helemaal niks en niemand vinden. En dan heb je wat op en dan snap je er nog minder van. En nu wordt het licht en ja. Ja, wordt eigenlijk ook niet beter. Hey Eva, wij hebben een missie vandaag gehad. Ja. En wij zochten het lekkerste wijf van Ground Zero. Nou, jij niet. Wat heb je? Nee, dat bedoel ik. Ja. Wat is het allerlaatste wat jij tegen de kijkers wil zeggen? Let goed op jezelf. Maak er wat moois van. En ga gezellig een keertje mee met ons op pad. Waar kom jij vandaan? België. Heb ik een goede vraag voor je. Waarom neemt een Belg altijd een mes mee in de auto? Voor ze een boterham met confituur te plekken. Nee, om de bocht af te snijden. Ah, nee. Snapte? Ja.